Emilio Lenz, lid van de Nationale Democratische Partij NDP, is met een jongeren-anticorruptiebeweging begonnen binnen zijn partij. Volgens hem wil hij hiermee een oplossing brengen in de zaken die nu gaande zijn. Lenz heeft afgelopen vrijdag een persconferentie belegd waarin hij nader is ingegaan op de doelstellingen van de beweging. Belangrijk is, zegt hij, dat corruptieve handelingen afgestraft moeten worden. Het Surinaams volk heeft zijn bijdrage om te leveren. Het is geen ver van mijn bedshow dat je denkt van ach, politici moeten dat doen. Nee, tot nu toe hebben politici bewezen niet in staat te zijn corruptie de kop in te drukken. Dus wat wij nu moeten gaan doen is dat we serieus moeten gaan kijken op welke manier dat moet geschieden. En ik ga het jammer vinden als mensen vinden van ja, maar ik ben ook zelf in contact gekomen met de politie. Dus dat die, waarom wil ik nu boomchain spelen? Het gaat niet om boomchain spelen. Het gaat erom dat je soms tot inkeer komt. Dat je soms kan zeggen van hé, ook voor mezelf. Dus met name dit wat ik nu, waarmee ik nu ben gestart samen met andere jongeren en ook ouderen, is namelijk het geld in de eerste instantie voor mezelf. Lenz heeft afgelopen vrijdag een persconferentie belegd. Daar heeft hij aangegeven stukken te zullen overhandigen aan de procureur-generaal. Hierin vraagt hij onder andere dat een strafrechtelijk onderzoek wordt gevorderd tegen onder meer Geo Norden. Hij was directeur van de Wegenautoriteit Suriname. Norden is op non-actief gezet vanwege corruptieve handelingen. Als er maar één persoon is in Suriname die aan mij zegt, jongen, Lens, ik heb er moeite mee dat mensen stelen. En nadat ze hebben gestolen, worden ze gewoon op non-actief gezet met behoud van salaris. Ze chillen, wassen hun hand met gold label, gaan naar Barcelona, Camp Nou, maken mooie selfies en ze zetten het op Facebook. Niks no fout, er is niets aan de hand. Dan gaat er daar verandering in moeten komen. We kunnen niet alle 500.000 mensen tegelijkertijd helpen. Maar we kunnen wel systemen opzetten. We kunnen wel instituten helpen versterken. We kunnen ons wel inzetten om zoveel als mogelijk erop te letten en te waken dat wij als jongeren niet in hetzelfde vervallen. Welke namen heb je genoemd in dat stuk dat u nu gaat indienen bij de PG? Voor een belangrijk deel van mijn persconferentie heb ik gesproken over Geo Norden. Die heeft zich aan het ene en ander schuldig gemaakt. Hij is inmiddels al op non-actief, maar is gewoon naar huis gestuurd. Dat is volgens deze organisatie nog lang niet genoeg. Toch? Je gaat die man moeten vervolgen, je gaat moeten checken. En indien hij niet schuldig is. Stel je voor, meneer Geo Norden is niet schuldig, dan moeten we hem in ere herstellen. Indien hij schuldig is, let him pay the price. Punt uit. Daarnaast heb ik ook gesproken de andere kant van de medaille. Er zijn genoeg jongeren in de NDP die het voorbeeld geven. De minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Ildis Polak. Ga beter met een corruptieve, een chuchatori. Zeg, vlak daar gaat de politie je komen halen. Want ze gaat bellen, ze gaan je aanhouden daar. Ano denanga de sandati. Ga naar Misikabach. Hoezeer mensen ook het een en ander te vertellen hebben over deze strijder in de NDP. Ga bij hem om een chucha te regelen over een grond of een... Vlak daar gaan ze je aanhouden. Hij gaat niet meer werken eraan. Hetzelfde geldt ook voor onze jonge politicus Roshi Hopkinson. Deze mensen laten zich niet in met corruptie. Lenz haalde verder aan dat Faisal Abdul Ghafoor uit eigen beweging moet opstappen als voorzitter van de NDP jongerenafdeling. Doet hij dit niet, dan zullen er ook stukken over hem richting PG gaan. Lenz zegt geen andere namen te willen noemen, omdat hij die personen wil beschermen. Volgens hem kan zijn beweging de grote partij niet schaden. De mensen binnen de partij die zich schuldig maken aan corruptieve handelingen, zullen zelf de partij schaden, benadrukt hij. Het is onze nieuwsdienst niet gelukt een reactie te krijgen van de mensen, wiens namen Lenz heeft genoemd.